veel dingen duidelijk zeggen over de X3. Hij is bijvoorbeeld groter dan de X1 en kleiner dan de X5. En nou ja, als je hem naast een X5 zet, moet je wel even goed naar het bouwjaar kijken. Want de oorspronkelijke X5, 99 kwam die uit. Ja, die past eigenlijk wel qua formaat. Dat is bijna hetzelfde. Dus dat is wel bijzonder. Deze auto toch wel een stapje heeft gemaakt. X3 is behoorlijk gegroeid. Gewoon veel meer ruimte. Veel volwassener auto ook om te rijden. De vorige X3, enorme stuiterbak. Deze is eigenlijk gewoon wel lekker. Hij is wel redelijk comfortabel. Zonder dat je nou direct dat zweverige gevoel hebt. In een aantal andere SUV's heb je dat soms wel. Hè. We hebben recent met de Touareg gereden. Ja, dat is dan toch een heel veel minder sportieve auto. Ook geen Cayenne killer deze X3. Zo moet je het ook weer niet zien. Maar het is gewoon een goed uitgewogen auto. Nou, heeft BMW ook enorm veel aandacht besteed aan het brandstofverbruik. Want ja, dat vinden we met z'n allen zo belangrijk. Zeker SUV-rijders, die staan traditioneel te bekend als echt groene jongens. En dus hebben we brake energy regeneration en al dat soort troep aan boord. En ook een start-stop functie. Heel grappig, ik rijd nu met de automaat, dan slaat hij uit bij het verkeerslicht. En ik dacht, nou, dit moeten we eens even testen. Want normaal start-stop functie natuurlijk, hè, met koppeling op laten komen, eens vrijzetten. Go! Nou, met een automaat is het natuurlijk gewoon voet van de rem naar het gas en natuurlijk planken. En wat gebeurt er dan in deze X3? Oké, go! 21, 22. Nou, dan is hij inmiddels gestart en dan pas gaat hij vandoor. Dus dan zie je echt een enorme vertraging. Dat is gewoon echt niet fijn. Dus als je een beetje vlot door de stad wil rijden, wat je natuurlijk wil met een SUV, want je gaat natuurlijk mee boodschappen doen, zou ik het start-stop-systeem gewoon uitzetten. Nu we toch aan het zeiken zijn, er is nog een ander puntje. En hier heb ik even discussie over gehad met een man van BMW die de ontwikkeling van het onderstel deed. Het onderstel op zich prima, heb ik net al gezegd, maar de besturing was ik niet heel erg blij. Ik reed over de highway, zeg maar, hier in Amerika. Dus het gaat allemaal maar rechtdoor en zit je eigenlijk heel erg te vervelen. En ik was continu een beetje aan het corrigeren. Deze auto heeft natuurlijk elektrische stuurbekrachtiging. Ja, en daar is het gevoel van gewoon net even anders dan bij een normale hydraulische stuurbekrachtiging. Left or right? Hij heeft BMW enorm veel aandacht besteed om die besturing goed te krijgen. Maar ik had toch het idee dat er een soort poldermodelletje aan de gang was. Ik reed rechtdoor en dan was het auto eigenlijk in overleg. Bedoelt hij nou echt rechtdoor? Wil hij niet een klein beetje naar links of toch een beetje naar rechts? En ondertussen probeerde ik ook nog een beetje bij te sturen. Ik was een beetje zenuwachtig. En ik rijd nu op wat buitenweggetjes en heb ik eigenlijk weer een beetje hetzelfde gevoel. Er zit gewoon ook een soort... Ja, een beetje speling lijkt het wel in dat stuur. Net niet helemaal lekker. Terwijl je een BMW gewoon wel koopt voor de besturing. Zijn er dan verder nog grote verrassingen? Nou, nee, eigenlijk niet. Want het is een redelijk voorspelbaar uiterlijk. Niet zo uitgesproken als bijvoorbeeld een X1, die ik ook uitgesproken lelijk vind. Ook niet zo uitgesproken als een X6, die ik uitgesproken mooi vind. Maar gewoon wat meer middle of the road. Wat op zich verder wel prima is. Motoren. De grote verrassing is eigenlijk dat ze niet zo heel veel keuze bieden op dit moment. 20D, 184 pk, op zich prestaties genoeg. En in eerste instantie met een handbak. Of de X-Drive 35i waar we nu mee rijden. Ja, dat is een 3 liter twin turbo, 306 pk. Ja, dat is natuurlijk gewoon een snoepje. Lekker snel, hij klinkt goed. Hij zou heel zuinig moeten zijn als je daar blet. Maar dat doen we natuurlijk niet. Topsnelheid 250 km per uur en 0 tot 100. Ik geloof 5,7 seconden. Wat natuurlijk echt wel rap is voor zo'n enorm mastodont. Met de lancering van deze X3 roept BMW ook: we hebben 25 jaar X-Drive. Het probeert natuurlijk ook een beetje Audi wat tegenwicht te geven. Het zou ook heel veel aan vierwielaandrijving doen. Dat is natuurlijk ook zo, want ze verkopen gewoon enorm veel vierwiel aangedreven. 3 series, 5 series en alle X-modellen natuurlijk. De vorige X3 die heeft gewoon in 2006 en 2007 een aantal prijzen gewonnen voor beste offroader in zijn klasse of iets dergelijks.
dan komen we bij de hamvraag. Moet je eigenlijk upgraden als je een oude X3 rijdt? Hè? Is dit nou een leuke opvolger? Nou, qua uiterlijk vind ik hem echt een stuk mooier gevonden. Maar, zeg maar onze eigen autoblogger denkt daar toch behoorlijk anders over. Hij is in ieder geval een stuk ruimer geworden. Zuiniger, krachtiger. Nou, je kent het allemaal wel. En dat zien we in ieder persbericht tegenwoordig terug. En ook nog eens 1000 euro goedkoper. Blijkbaar ook weer met die uitstoot te maken. Maar er zijn natuurlijk ook nog wat concurrenten. Mercedes, GLK. Ja, oké. Niet de meest beste waarschijnlijk. Maar ook Audi en de Q5. Maar ja, dan zitten deze auto's naast elkaar. Toch moeilijk kiezen, of niet?